Mijn verhaal gaat over een Bosnisch gezin. Het is een koppel met twee kinderen. En ze hadden blijkbaar al een hele lijdensweg achter de rug. Ze zijn moeten vluchten voor de oorlog in Joegoslavië in 1992. Blijkbaar zijn ze dan tamelijk snel in Diepenbeek terechtgekomen. En in Diepenbeek woonden ze in een huis wat hen werd toegewezen. En ze zijn er eigenlijk een beetje weggepest. En dan zijn ze in Hassel terechtgekomen in mijn buurt, nogal een multiculturele buurt. In het begin keek iedereen er een beetje argwanend naar, asielzoekers, oorlog, Bosnië. En dan kreeg je al gauw van die reacties, waarom gaan die mensen niet terug? Nu, veel contact hadden ze niet, ze spraken ook geen Nederlands en ja, wij spreken ook geen Servo-Kroatisch. Maar het waren wel heel vriendelijke mensen en de zoon, Elden, was van mijn leeftijd. En voetballen, dat kan iedereen, welke taal dan ook spreekt. Dus daar werd wel eens gevoetbald op straat. Maar op een bepaalde dag, het zijn dus moslims, op een bepaalde dag komt het offerfeest eraan. En dan moet er natuurlijk een schaap geslacht worden. Het slachten van het schaap, ik weet niet of dat thuis doorgegaan is, maar het klaarmaken van het schaap in ieder geval wel. Want in de tuin werd eigenlijk een soort grote spies klaargezet en een vuur. Bijgevolg heeft dat daar in 3 dagen staan dampen en de geburen kloegen daar wel over. Misschien een Diepenbeek daarvoor ook. Dus na dat eerste jaar klachten natuurlijk en de mensen zijn er ook op aangesproken. Maar het werd wel getolereerd. Het was niet van oei, ze steken hier de boel in brand. Nee, het was gewoon nogal raar om te zien. Maar ik denk dat de boodschap wel overgekomen is. Mensen hadden door, je doet dat eigenlijk niet. Zeker niet in een dichte woonwijk. Je gaat niet 3 dagen een schaap klaarmaken in de hof. Het jaar erop hebben ze opnieuw schaap klaargemaakt. Maar toen hebben ze een beetje de buurt ermee betrokken. Ah, wat zou je het gaan klaarmaken? Ja, schaap. Hè? Wilt je ook een stukje? Dan krijg je eindelijk bijna een buurtfeest. En dan wordt er wel gebabbeld. Niet alleen over dat schaap, maar ook over allerhande dingen, Bosnische dingen, Belgische dingen. Daarna is de band eigenlijk veel groter geworden tussen de Bosniërs en hun geburen. En het klaarmaken van het schaap in de tuin is er ook niet meer van gekomen. Ik vermoed dat ze dat nu ergens anders doen. Maar het heeft er wel toe bijgedragen dat deze mensen zich meer welkom voelden in de buurt en kennis maakten met de buurt. En ook omgekeerd natuurlijk, dat de buurt kennis maakt met onze nieuwe inwoners.